Ja jongens, de jury mannen even weer op hun plek, want Henk is er al voor langs en dan kunnen we met de finale superstandaardklasse gaan en weg zijn de mannen. Dus even kijken wie daar als eerste de bocht in duikt. Dat is nummer 625. Jan Hoijsma uit Jalsterhuizen die als eerste de bocht in duikt. En het geweld daarachter, dat wordt aardig heen en weer gedrukt. En dan komt op nummer tweede plaats overgenomen. Er staat eentje stil, de 6 nummer 80. Straks door de bocht komt dan voor een strijd op de tweede plaats. Nummer 624 en dat is Jan de Trent die natuurlijk alles aan probeert te doen om toch nog die tweede plaats vast te houden zodat hij een goede klasseren krijgt in het eindklassement of zodat hij goede positie in de finale kan behouden. Op plaats nummer 3 is het Harry Huisman die de boel ook nog aardig dicht weet te houden. Wordt op aardig belaagd door zijn afgang. 660 die er ook alles aan zal doen. Johnny Pollen die ook al de hele middag goed bezig is, maakt het hartstikke lastig. Hij komt weer met 695. Is dat natuurlijk Jan Hoijsma op de eerste plaats. En Wilde Trent erachter en ze gaan de laatste ronde in. En daar gaat er één wel op die contact. Nee, er is één op de kant. Dat is de persoon die heel veel ziet. De gele vlag is daaruit. En daar zit Wilmer nog even in het strijd verwikkeld. Maar het lijkt erop dat Wilmer dus de eerste plaats heeft en dus kampioen is in de superstandaardklasse. Hartstikke goed Wilmer. En daar komt nog een achterblijver, de finish over.